Mijn lieveling is een vroeg werk van de Nederlandse beeldhouwer Jo Gijsen. Het heet Jeugdkussen en is gemaakt uit Belgisch hardsteen. Het trof mij destijds, dat was in 1997, omdat ik op dat moment zelf ook bezig was met mijn eigen beeldhouwactiviteiten. En ook in Belgisch hardsteen werkte. Belgisch hardsteen is een prachtige fossiele steen. Eigenlijk fossiele zeebodem van 200-300 miljoen jaar oud. Waarin prachtige zeelelies en schelpen te zien zijn. Deze fossielen die worden zichtbaar op het moment dat de steen gepolijst wordt. En dat kun je ook goed in het kussen zien. Wat Gijsen gemaakt heeft is heel bijzonder. Vooral omdat hij uit de harde massieve steen een hele weke substantie heeft gemaakt. Namelijk een kussen van textiel. Hij heeft dat zo nauwkeurig gedaan dat de vouwen en plooien nog allemaal zichtbaar zijn. Alsof het kussen net beslapen was. Ik zou nog een gedicht willen voordragen. Wat Gijsen destijds gemaakt heeft en wat eigenlijk voor iedere beeldhouwer geldt die met steen bezig is. De steengroeven. Duizenden brokken steen. Eén steen onderscheidt zich. Hij spreekt mij aan. Ik spreek hem aan. Het verbond is gesloten. Samen gaan we verder.